Met de deelnemers in de Belcar Skylimit Sprint Cup naar de Eifel, de Nürburgring. Weekend Heroes staat er op het programma. Voor de bijna finale meeting van het seizoen, twee wedstrijden staan er op het programma. Ik ben hier eens komen trainen, maar dat was niet op het grote circuit, dat was op de sprinttrack. Dat was een deel van het circuit niet bij. En dat ging wel goed, maar dat was in het droge, dus dat was ook weer nu een beetje experimenteren van hoe en wat. We hebben nog nooit op dit circuit gereden. Het is ook mijn eerste seizoen dat ik nu mee rijd. Ik heb enkel op een PlayStation-spelletje geoefend voor het circuit te kennen. Maar het is de eerste keer en het was echt wel een ervaring om hier te rijden. Ja. Heel anders dan in Zolder, maar ja, sneller circuit vooral. Zolder heb je meer de remmen nodig en daar zien de remmen meer af. Dit circuit kun je langer de banden koel houden en dan hebben de remmen het zo lastig niet. Maar dat is het grote verschil met Zolder. We hebben een avond op de simulator gedaan. We hebben een trackday hier met een auto gehuurd. En dan meteen in de quali met deze auto. The performance during the first qualifying was quite bad. We were absolutely not content with the performance of the car. Well, we changed the setup of the car. That helped a lot, obviously. So fortunately we could improve during the second qualifying. We rijden met meerdere piloten op één wagen, dus echt voor een kampioenschap. Dus we nog een beetje afwachten. We rijden vooral voor het plezier. Maar als we elke wedstrijd mee kunnen strijden voor het podium, dan is dat zeker wel het doel voor ons geslaagd aan het einde van het seizoen. En dan zijn we weg. De licht op groen voor de eerste wedstrijd met een goede start voor Xander Prijsbielak. Dat is een van de titelpretendenten. We rijden mee bij Tom van Eename in de Renault Clio. Ziet hij Philippe Uitendalen voorbij komen. Raf Belie die naar de remzone gaat voor turn number 1. Bocht nummer 1 is een doordraaier op de Nürburgring. Prijsbielak gaat daar aan de leiding. Wijts is op de tweede plaats. Maris 3. Belie op de vierde positie. Moet iedereen vooraan goed door die turn 1 door bocht 1. We rijden mee bij Steven Maris. Er zijn wat verschillende lijnen te rijden. En zeker op een nat circuit. De regen is ook bijna in traditie op de Nürburgring. Daar even contact in die strijd om de eerste positie. Wijts is iets te breed over de natte boordstenen, de natte curbstones. Die rijden bij Steven Maris. De positie overgenomen van Wiebe Wijts is meteen druk zetten bij de leidende BMW. Dat is nog steeds Xander Prijsbielak. En die Heuten mee rijden in zijn Mini Cooper maakt daar een plekje goed. En de binnenzijde strak aan de koord op de Nürburgring. David Vinkje ziet daar de Mini aan hem passeren in zijn BMW. Verder dan voor Tom van Neename. En de rem opletten voor Philippe Uitendalen. Daar wat onbalans met licht contact. En de weg gelukkig kunnen vervolgen. Koorman ziet dan Marco P3 in de fout gaan. P3 hier aan boord. Klap daar in de bandenmuur. Maar kan dan in de achterhoede weliswaar de weg terug vervolgen. Wijts is ondertussen voorbij. Maris. Laat remmen. Dan Prijsbielak. Zien we hier gebeuren. Opletten op die boordstenen. Dan kom je niet zo goed weg. Knap gezien van Xander Prijsbielak. En netjes gepareerd in de witte BMW. Duimbreed toegeven in deze Skylimit Belcar Sprint Cup. Het is probeert buitenom bij Xander Prijsbielak. Is dat dan nu de snelste lijn op Nürburgring? Nee, Prijsbielak blijft aan de leiding. Wijts is daar op enkele centimeter van verwijderd. Gaat dan te snel op het gas en tolt in de ronde. Achter dit veld aan Davy Koreman. Koreman met de Clio's achter zich aan. Dat zijn er 3. In de achtervolging op de Honda CRX in de strijd voor P1. In de klasse 3 is dat. Close racen. Achter de ene Clio aan. Oppositie voor Philippe Uitendalen. We rijden mee bij Tom van Eename. En aan de binnenzijde. Clio's die wijd, breed en te breed gaan. Kan Koreman zeker wegkomen. Er is
het Wouter Nanderveld, die moet opnieuw aankrappen. Willy BMW, meer bij te houden, opletten voor de tragere deelnemers. Mooie strijd tussen de Mini en de Lupo, dat is dan in die kleinere klassen, maar dat de snellere deelnemers nu komen postvatten. Naar Wiebe Weitzes. Weitzes hier aan de buitenzijde. Haast. Moet de posities goed maken. Doet er dan ook alles aan. Dan zien we Van Eename rechtdoor rijden in die Clio. Moet dan de escape road nemen. Even de concentratie kwijt hier voor Van Eename. Hij moet dan alweer die koppositie in klasse 3 afstaan aan die andere Clio's. En moet dan als derde weer aan de bak. Zien we hier de sandwich tussen de CRX en de BMW. Die drie Clio's die strijden voor de eerste plaats. Het gebeurt allemaal achter Davy Koreman in zijn CRX. Aan de achterzijde van het circuit. Veel rijders zich laten verrassen. Met een onstabiele passage daar over de boordstenen. Wordt er wel sportief aan de kant gegaan voor de snellere deelnemers. En zo probeert de Mini zich weer in het spoor te zetten van de BMW. Een andere BMW, dat is die van Wiebe Weitzes. Weitzes hier aan de binnenzijde. Maar is iets te laat in de remmen. En dan gaat Weitzes aan voorbij. Dan de Clio's. We moeten ons blijven concentreren op de heren Uitendalen, Van Eename en Manderveld. Komen ze aankampen bij Davy Koreman. Clio's die voorbij gaan aan de twee CRX van Davy Koreman. En Tom Van Eename. Die sluit dan nu aan achter de CRX. Nu zien we Tom Van Eename voorbij gaan aan Davy Koreman. Hier strak aan de koord binnenzijde. En dit is de leider. De leider is nog steeds Xander Prisbilak. Wiebe Weitzes. Die moet alweer die achterstand proberen weg te werken. En dan nog een BMW-duo in de strijd voor de derde positie is dit. En dan de Nederlanders Jan-Jaap van Dalen en Kevin de Recht. Die zijn ook van de partij hier op Nürburgring. Spelen geen echte rol van betekenis. Andries Beerlje die voorbij gaat en Reinhard Putsch. Die goed stand houdt deze wedstrijd door in de Volkswagen Lupo. Net overal in het veld ook met Dirk de Bok en Tim Voeten in zijn Mercedes SLK. Normaal uit in DNRT, het kampioenschap in Nederland. En dan Timo Graf voorbij aan de Fiesta van Ellis Pizza. Passen voor die verraderlijke omstandigheden. Nürburgring is altijd moeilijk in te schatten qua weer. We gaan sluiten bij Uitendalen. Tom Van Eename, daar contact met Uitendalen. Het is een kwestie van niet in de spiegels kijken en je laten verrassen. Dan het Nederlandse onderrondje even in de kijker zetten. Dat is al enkele ronden zo en dat blijft zo duren tot het einde van de wedstrijd. Door dit gevecht, die houden elkaar eigenlijk wel op hoor, kan Andries Beerlje aansluiten. Dat zie hier net in de hoek nog gebeuren, die zwarte BMW. Vers probeert de klasse 3 BMW van David Vinken achter zich te houden. De CRX Honda Civic weer in goede doen hier op de Nürburgring. Trio van BMW, die twee Nederlanders, dat zijn deze. En dan de derde is de BDM BMW uit België. Andries komt aanklampen bij de twee Nederlandse conculega's. Dan zien we Jan-Jaap van Dalen twee posities verliezen. Aan de Recht en aan Andries Beerlje. Het is nog steeds dezelfde strijd. En
dan gaan we naar klasse 3. Wouter van der Veld rijdt comfortabel aan de leiding nu. Dit was dat trio, is nu een leider geworden. Van der Veld en dan deze achtervolgers. Uit de dalen en van eenamen. En dan Steven Maris heeft het moeilijk op Nürburgring. Gaat alweer te laat in de remmen op dezelfde plek als een aantal ronden geleden. We zien ook weer de mist opkomen en de regen op Nürburgring. Steven heeft zich niet gewonnen en gaat hier de strijd aan met de tweede Belion BMW. Hij probeert hier in de spiegels te duiken bij Belion, links, rechts duiken en al druk uitoefenen. Dit is de BMW van Raf Belion. Die daar zich ook bijna verremt. Zit daar bij Andries Belië in het spoor. En met z'n tweeën gaan ze daar in de fout. En dan Maris. Maris met een foutje raakt de controle kwijt. Maar kan zijn weg vervolgen en die strijd blijft. Hè? Belië, Maris, Belië. En dan klasse 2 versus klasse 4. De snelle CRX. Die van Davy Koreman probeert nog sneller BMW te volgen. En dat gaat hoor met een paar keer haasje over. Kevin de Recht is de BMW-rijder hier. Zien we hem verschijnen aan de buitenzijde bij Davy Koreman. De BMW is Kevin de Recht. Davy Koreman in de CRX Belion. Daarachter Maris in de BMW. Links-rechts proberen bij die BMW. Davy Koreman. Oh, knap de strijd aangaan met de BMW. Oh, daar wat onstabiel de BMW. In dat hele technische deel kan Koreman nog geen voordeel halen. Het is Xander Prijsbielak die aan de lijnen gaat de laatste ronde. En in die laatste ronde komt dan toch weer Wiebe Wijtjes opzetten. Hier komt Wijtjes in de zwart-gouden BMW. Hij komt net iets te kort voor deze. Xander Prijsbielak wint hier op Nürburgring. Race nummer 1 strijdt voor de derde plaats in volle gang. Oussen Maris die kan even profiteren. Als Belië wordt opgehouden door Kevin de Recht, daar wat contact ook nog in die laatste meters. Zijverings contact met de spiegel die naar binnen klapt. En zo lijkt Belië weg te komen met de derde positie. Met Steven Maris ben je nooit klaar. Steven is een sprinter puur sang, hij komt ook uit rallycross. En dan komt hij weer opzetten bij Belië op het rechte stuk hier voor start en finish. Goede acceleratie. Maar Belië haalt het dan nog voor Maris. Overal strijd tot aan de finish. Met Wendy Heuten in de mini. Rijden mee bij Heuten in de mini. Hier strijden met de Volkswagen Lupo. Laatste bocht wint hij nog een positie bij Reinhard Poch. En komt ze ook over de finish. Dan maken we het klassement op van race nummer 1. In de klasse 1 een overwinning voor Reinhard Poch in de Volkswagen Lupo. Klasse 2 voor Davy Koreman, knap gereden in de Honda CRX. Overwinning in klasse 3 voor Wouter Manderveld, ook een mooie prestatie in zijn Renault Clio Cup. We hebben nog een klasse 4 met Xander Prijsbielak en zijn BMW. De winnaar in klasse 4 en overall overwinnaar. In klasse 5, Raf Belië in zijn BMW, enige rijder als overwinnaar. The conditions were actually sort of moving towards a semi-tire. Not really a slick, but sort of was kind of at the edge. Sowieso was er al niet veel regen niet meer. En de baan was nog nat, maar niet kletsnat. En voor mijn regenbanden op deze auto heb ik echt kletsende regen nodig. Dus ik schoof achteruit. Zeker met de andere Clio's was het toch een beetje gewaagd aan elkaar en dat is het fijne eraan. We hebben elkaar denk ik geen duimbreedte gegeven, dus dat was heel fijn. Ja, het was een gevecht met Wiebe. In mijn perspectief was alles zoals het hoort, fair. Ja, hij heeft daar iets anders over te zeggen, maar de snelheid was niet zo goed. Ik vond het niet echt grip om op het gas te gaan en in de bochten, maar voor de rest was het wel oké. Okay. Start op regenbanden, naar het einde van de wedstrijd toe begon elk iets te droog te worden, waardoor ik niet meer echt veel controle had over de auto, omdat mijn banden gewoon niet meer goed waren op dat moment. Dus ik heb nog
heel veel moeite gehad om meneer Maris achter mij te houden. Het is ja, net gelukt, was het een ronde langer geweest, weet ik niet of ik het gehouden had. Maar eind goed al weer. Ook tijdens Weekend Heroes op Nürburgring twee marges in de Belcar Sky Limit Sprint Cup met daar Tom van Eename, die blijft staan bij de start van de tweede wedstrijd. Die moet dan meteen een inhaalrace gaan rijden in zijn Clio. Dat was die Clio die er goed vooraan bij zat in race nummer 1. Is het Wiebe Weitzes die nu aan de leiding gaat in turn number 1 in bocht nummer 1 met Van Sammang op de tweede positie. Maris is derde en dan de rest van het hele mooie veld in de Sprint Cup erachteraan. Steven Maris hier op de derde positie. In de aanval bij Van Sammang. Hij gaat voorbij de witte BMW. Hij gaat naar de tweede positie. Dan gaan we naar Andries Belje. Die komt opzetten. Weer rijden bij Davy Koreman. Ziet dan Andries Belje passeren in zijn BMW. Tom van Eename meer rijden in zijn inhaalrace. Na het stilvallen op de starting grid ziet hier David Vinke de Clio al passeren in zijn BMW 325. En Kevin de Recht in de witte BMW, de Nederlander, hier vooruit rijden. Stormen we met Tom van Eename door het veld. Het zijn spectaculaire beelden. Daarom veel aandacht voor die inhaalwedstrijd. Moet links en rechts die andere deelnemers proberen te passeren. Lukt daar ook in. Wiebe Weitzes is weg. Mooie voorsprong hier voor Weitzes in de zwart-gouden BMW. Voor Maris 2. Hier in beeld. Derde positie voor Van Sammang. En Belje daarachter. Deze Andries Belje in de M240i BMW. Naar de andere klasses. Hier de mixed-up van de achtervolgers. Een mooie strijd met David Vinke en Tim Voeten. Vinke de BMW, Voeten in de Mercedes. Dus Belje die ondertussen voorbij gaat aan Van Sammang. En Belje naar de derde positie achter Steven Maris aan nu. En Philippe Uitdalen ligt voorlopig op de tweede positie in klasse 3. Van Eename heeft de aansluiting dan al gemaakt. Dat zien we hier gebeuren. Van Eename nu voorbij aan de BMW. En aanklampen, proberen aan te klampen bij Philippe uit te dalen. Achter de felle strijd voor P1 in klasse 1. Reinhard Putsch. Putsch in de Lupo. Vespe in de Honda. Mini van Bert van Ganzen. De Voeten blijft ook in de buurt. In de Mercedes. Hoort meer rijden bij Tom van Eename. Nu meer strijd en meer snelheid dan Philippe Uitendalen. En voorbij aan de Clio. Deze Uitendalen staat op regenbanden. En het circuit was droog. En het circuit bleef droog gedurende de hele wedstrijd. Dan zien we Tom van Eename wegrijden nu bij Philippe Uitendalen. Vooraan Wiebe Weitzes, die ruim aan de leiding gaat. Spelen hier slipstreamen bij Maris. Hij profiteert daarvan. Die buitenzijde. En kijk eens daar hoe mooi dat Belje voorbij gaat bij Steven Maris. Maar is daar wel op die droogweerlijn, die iets bredere lijn, de natte lijn voor Belje. Koreman rijdt op een krappe zesde plaats in het algemene klassement. En Raf Belje in de 120 BMW, diesel BMW, zit erachter en gaat er nu aan voorbij. De BMW voorbij aan de Honda CRX, Belje voorbij aan Koreman. Strijd voor de leiding in klasse 1 gaat verder. Is dit groepje? Met Butch in de Lupo. Het is Van Espen in de Civic. En de Renault Clio. Daarachter de Mini versus Mercedes. Dat zien we hier. Met een heel andere lijn voor Tim Voeten in de Mercedes. We mee bij Davy Koreman.
pijnt zijn tanden en zijn stuurstuk op die BMW, want die probeert maar in de buurt te komen, in de buurt te blijven, moet ik zeggen, van de BMW. Hele mooie strijd, ook het gevolg hier in marge nummer 2 op de Nürburgring. Even recht, die een plaatje kan winnen bij Bart van Samang. En zo naar de algemene top 3 rijdt. Hier nog steeds de Volkswagen, de Lupo en de Honda Civic in de strijd onderling in de kleinere klasse. Hij gaat Reinhard Puch wat breed. Espe die blijft proberen ronde na ronde, bocht na bocht. Laurens Kloots die rijdt ondertussen de top 3 binnen in klasse 1. Vind je wederom de strijd tussen de verschillende klasses onderling. Zit die BMW altijd netjes tussen en dat is het mooie van de Belkaart Sky Limit Sprint Cup. De onderlinge strijd in de verschillende klassen. De rook die we zien, dat zien we buiten. Beeld is Kevin de Rechts BMW die jammer genoeg aan de kant moet met technische problemen. En zo schuift iedereen op. Wordt dit dan de plaats 4 gevecht? Belin die aan het langs en trekt en voorbij gaat bij Bart van Samang. Nee, bij Philippe Uitendalen. Die moet vechten met de concurrentie en vechten met zijn eigen wagen. Dat zien we door de regenbanden die compleet aan flarden gereden worden op een droog circuit. Dat zien we hier gebeuren in de laatste bocht voor start en finish. En zo komt Timo Graf aansluiten in zijn BMW. Ook weer een moeilijke remmanoeuvre in bocht nummer 1. Dio die glijdt alle kanten uit. Maar toch moet Timo even wachten nog met zijn BMW om voorbij te gaan aan de Clio van Philippe Uitendalen. En uiteindelijk gaat Graf profiteren natuurlijk van de totaal versleten banden onder de Clio. Nog een Clio in de problemen. Tom van Eename en zo een knappe inhaalrace moeten rijden na de start die verpatst is. Verpatst werd. En dan met technische problemen aan de kant. Autoritair aan de leiding. Eerst het Wiebe Weitzes, zagen we net in beeld. Bailey op 2. Timo Graf, die we afstand zien nemen van de gele Clio. Die van Philippe Uitendalen. Steven Maris hier in beeld, 411. Comfortabel op die derde positie. Patrick Belje, die rijdt vierde. Maar Van Samang vinden we terug op de vijfde positie. Dat is de ranking. Nadere slot van de wedstrijd. We mee bij Davy Koreman. Wederom een sterke wedstrijd op positie 6. En dus ook leider in klasse 2. Wouter Landerveld in deze witte Clio rijdt zevende algemeen en gaat aan de leiding in klasse 3. Timo Graf op P8, terwijl Philippe Uitendalen blijft vechten met de wagen op P9. We hebben een tiende algemene knappe prestatie voor Yannick van Espen. Verlost nu van Reinhard Puch in de Volkswagen Lupo. We mee bij Bart van Ganzen. En zien we daar in de fout gaan Wiebe Weitzes in de BMW. In de slotfase van de wedstrijd. En daarmee hebben we deze onverwachte overwinning voor Andries Belje in de Belien BMW. Als in de race 1 een stormachtige passage in de chicane. Met de finish voor de hele meute en deze ranking in race 2. Yannick van Espen wint de klasse 1 in de Honda Civic. Dan gaan we naar klasse 2. Davy Koreman, torenhoog kandidaat voor de titel. Klasse 3. Wouter Manderveld wint wederom in de Renault Clio Cup. Mooie prestatie van Wouter hier op Nürburgring. Wie bewijs is in de klasse 4 alsnog na zijn schuiver in de laatste ronde. En Andries Belje, algemeen overwinnaar en winnaar in klasse 5.
lang getwijfeld of we regenbanden of sliks gingen erop doen. En uiteindelijk toch besloten we sliks te pakken. En dat was de goede keuze. We hebben echt een mooi gevecht gehad met Lupo in het eerste deel van de koers. En achteraf heb ik kunnen wegrijden en mijn plaats solidifieren, zal ik maar zeggen. Het was leuk. Goed verlopen. Ik had gegokt op de sliks en dat was de goede keuze. Ik had een goede start en ik heb mijn positie kunnen houden. In de start al goed kunnen vertrekken eigenlijk. Achter Davy aangereden met zijn snel CRX. En op het laatste begon een beetje te druppelen. Maar het is gelukkig nog droog gebleven, dus ik heb gecontroleerd kunnen rijden. De start liep heel goed voor mij. Ik kon direct twee plaatsen opschuiven. En met nieuwe banden vertrokken. En dan nog een close duel met Steven Maris. Maar ik denk na de twee ronden ben ik hem ook voorbij gegaan. En dan heb ik eigenlijk een solo wedstrijd kunnen rijden. De Sprint Cup Weekend Heroes trekken de poorten achter zich dicht op Nürburgring. En geven rendezvous op circuit Zolder van 7 tot 9 oktober tijdens American Festival.